Dag Hans, we zijn aan een nieuw jaar begonnen. Een jaar met hoge verwachtingen. De vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus zijn begonnen. We zien een lichte economische relance komen. Er komt straks een nieuwe president in de Verenigde Staten. En er is op de valreep ook een akkoord over de Brexit. Niks dan hoopvol nieuws eigenlijk. Maar de vraag is, wat betekent dat nu voor de economie in 2021? COVID-19 blijft een bepalende factor, neem ik aan. Ja, allicht. Hè. Dat zal zo blijven, ook in 2021. Maar met dat verschil dat 2021 allicht wel het jaar van de vooruitgang wordt. Hè. Zowel op gezondheidsvlak, zowel op economisch vlak als op vlak van de sociale interactie. Als we dan eens inzoomen op België, wat verwachten jullie voor de economie in eigen land? Wel, die heropleving kan vrij snel verlopen, tenminste als het virus onder controle kan gehouden worden. Daar zit hem echt de sleutel. Uit een kleine publicatie die we vorige maand hebben gedaan, blijkt toch effectief dat dat de kern is van het economische herstel. Dat zal het herstel maken of kraken in 2021. En we hebben zo'n 4 scenario's uitgetekend. Hè. Dus in het meest optimistische scenario heb je zowel een redelijk snel vaccinatieproces, laten we zeggen tegen de zomer of in de zomer van dit jaar, in combinatie met het gegeven dat het virus onder controle blijft. In dat scenario zouden we eigenlijk zelfs een economische groei kunnen kennen van 4 à 5% in reële termen. Dat is makkelijk meer dan het dubbele dan we gewoond zijn in normale jaren. We komen natuurlijk wel van een zeer lage basis, dus dat moeten we wel in rekening houden. Kan het natuurlijk ook anders? Ja, het kan zeker anders. Dat zou bijvoorbeeld een scenario zijn waarin we terechtkomen in een derde golf. En dat zal echt eigenlijk al de groei halveren dit jaar. En als ook nog zou blijken dat we het vaccinatieproces niet snel genoeg kunnen uitrollen en dat eigenlijk de bulk van de vaccinaties maar kunnen gebeuren rond de jaarwisseling, ja, dan zien we toch een enorme discrepantie ontstaan. In dat scenario willen we natuurlijk niet terechtkomen. Maar al bij al zijn we toch vrij optimistisch. Oké, er is een zekere achterstand qua vaccinaties, niet alleen in België, eigenlijk in Europa als we het afzetten ten opzichte van Israël of Verenigde Arabische Emiraten of het VK of Amerika. Maar ik zou daar vooralsnog niet te alarmistisch over doen. Ik verwacht daar wel een zekere inhaalbeweging. Ja. Je verwees daar al even naar de Verenigde Staten en daar zijn alle ogen nu op gericht. Hè. Er komt straks een nieuwe president, maar die transitie verloopt erg woelig deze keer. Hoe kijken jullie daar eigenlijk naartoe? Ja, iedereen heeft de beelden gezien, denk ik, intussen. Heel hallucinante beelden. Er valt heel veel over te zeggen. Tegelijkertijd kan je er ook vrij kort over zijn, in de zin dat, althans in mijn inschatting, dat als je een beetje hebt opgelet de voorbije 4 jaar, dat dat ook geen complete verrassing is. En dus in die zin moeten we toch een beetje nuanceren. Maar we denken toch niet dat dat alles bepalend gaat zijn voor het komende jaar. Wat we ook hebben gezien in de VS waren natuurlijk die laatste verkiezingen, die bepalende verkiezingen voor de Senaat in de staat Georgia. Gaat dat echt een gamechanger zijn? Dat is belangrijker. Daar zit wel een verschil. En het is zo dat dat wel belangrijk gaat zijn voor wat de Democraten kunnen doorvoeren. Het zal een impact hebben op de nominaties die Joe Biden kan doen. Het zal gemakkelijker verlopen. Het zal ook een impact hebben op de agendasetting in de Senaat. Ook dat zullen de Democraten nu makkelijker kunnen doen. En het zal allicht ook een impact hebben op de uitgaven. Er zal allicht nog meer budgettaire steun komen. En later kan zich dat ook vertalen in meer infrastructuuruitgaven. Dus dat is echt wel een vooruitgang. Op economisch vlak is dat althans een vooruitgang. Moeten we dan echt schrik hebben voor die belastingverhoging die er kunnen aankomen? Moeten we echt schrik hebben voor een strijd tegen de grote technologiespelers? Ik zou daar vooralsnog mee opletten om die conclusies nu al te trekken. Ten eerste is het zo dat die Amerikaanse economie ook nog niet volledig hersteld is, verre van. Ten tweede is het zo dat er toch bij de Democraten vooralsnog een redelijk gematigde samenstelling is. En ten derde is het ook zo dat Amerika goed genoeg beseft dat het ook die grote digitale spelers nodig heeft in de digitale strijd tegen China. Dus ik verwacht me vooralsnog niet aan een radicale koerswijzing op dat vlak. Als we al die economische trends nu even van dichterbij bekijken en dat relateren aan jullie beleggingsportefeuilles, wat is dan de strategie voor het komende jaar? Ja, daar blijven we vooralsnog heel erg belegd in aandelen. Dat blijft toch echt de motor van de portefeuille. Elektrische motor moet ik misschien zeggen, aangedreven door natuurlijke energiebronnen, want die systematische screening op duurzaamheid blijft echt wel belangrijk in die portefeuilles. En we doen dat vandaag, zitten we iets boven de neutrale weging ten aanzien van een representatieve beleggingsportefeuille. Dat betekent tegelijkertijd dat er ook nog marge is om meer te doen als de toestand dat vereist.
als het economisch plaatje nog verbetert, als de gezondheidssituatie verbetert, kunnen we op dat vlak nog iets of wat opschalen. Natuurlijk doen we dat nog altijd heel regionaal gediversifieerd. Kijken we naar Amerika, dan zien we toch een aantal grote technologiespelers die toch de toekomst kunnen bepalen. We moeten daar ook wel selectief in zijn. Niet iedereen zal het maken. In Europa blijft toch een belangrijk stuk ook van de portefeuille qua aandelen, omdat daar ook een aantal waarden te vinden zijn die meer cyclisch van aard zijn, die nog vooralsnog goedkoper gewaardeerd zijn en die ook kunnen profiteren van die economische inhaalbeweging. En meer recent focussen we ook meer op Azië, omdat we toch gezien hebben dat die in de pandemie relatief goed presteerden en allicht ook de volgende jaren het nog redelijk goed zullen doen. En dan natuurlijk, als je een portefeuille opbouwt, moet dat natuurlijk altijd met een tegenwicht. Het is niet, de convicties zijn belangrijk natuurlijk, maar dat is niet zonder tegenwicht en die vinden we dan traditioneel in een aantal veilige havens zoals goud, de Japanse yen, de Zwitserse frank, maar ook inflatiegelinkte obligaties, iets belangrijk, omdat we toch het risico op iets hogere inflatie naar de toekomst niet uitsluiten. En tot slot, als het dan over de dollar gaat, dan denken we dat die nog iets of wat kan verzwakken in de nabije toekomst. Hans Bevers, bedankt voor jouw inzichten en tot volgende maand. Dank u.